Vandaag waren we te gast op de Euromast, 100 meter hoogte, op een steenworp afstand van ons kantoor, Love & Level Headquarters. Waar we een hele mooie middag hebben georganiseerd met hele leuke, inspirerende talks, sprekers. Om onze opdrachtgevers eigenlijk te inspireren, bij te praten, maar vooral ook weer eens gewoon te connecten, mensen in het echt te spreken. Level heeft voor ons het nieuwsbrieven en persberichtssysteem verder geprofessionaliseerd. En ik ben helemaal tevreden met hoe dat gegaan is. Het systeem ziet er prachtig uit, klanten zijn tevreden. Het is bizar wat je in 3 uur tijd tot je kunt nemen. Dat je dan gewoon helemaal blown up bij alle ideeën en inspiratie en werk aan de winkel. I particularly enjoyed the talk about accessibility and the aesthetics of websites. We moeten eigenlijk alleen een balans vinden hoe je accessibility, dus toegankelijkheid en esthetiek, dat je daar een balans in kan vinden. And also the artificial intelligence talk. Mijn verhaal ging over de huidige ontwikkelingen rondom large language models. Dus AI-modellen die getraind zijn om natuurlijke taal te produceren. En waar we nu een enorme groei in zien in de vorm van ChatGPT, Bing Chat, Bard. Jan en ik hebben verteld over de European Accessibility Act. Over de nieuwe wetgeving in Europa die eraan komt. Over de toegankelijkheid van webshops die in gang gaat vanaf juni 2025. Voor mij was het meer een wake-up call, zo van, stel het niet voor je uit, hè, 2025. Er moet nog heel wat gebeuren om het gedaan te krijgen. Er zijn zo ontzettend veel ontwikkelingen op dit moment met AI, met toegankelijkheid. Wat wil ik van deze technologie? Wat vind ik belangrijk? Hoe is het voor mij waardevol? Wat vind ik van de risico's? Wat betekenen die risico's voor mij? En ik heb in elk geval weer vandaag bevestigd gekregen dat Level daarin thuis zit. Dus wat dat betreft zit ik gelukkig bij de goede partij.